jongens, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we rijden in een hele dikke Mercedes AMG GT met een achterwielaandrijver, dus de originele, geen 4S. Het is voor mij de eerste keer dat ik zo'n dikke V8 rijd met een achterwielaandrijver dan, want ik heb nog wel eens in een RS6 gereden, maar dat is natuurlijk echt niet te vergelijken. Met deze auto komt de kracht van achter en met een RS6 heb je natuurlijk een quattro systeem. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ga zo overschakelen op de welbekende POV view van mij en dan gaan we lekker samen genieten. Hey jongens, ik zie net in de montage dat de beelden niet helemaal gelukt zijn. De GoPro die stond iets te ver naar beneden gericht, waardoor je meer van het dak ziet dan van de weg. Als je zou willen abonneren, zou ik het in elk geval waarderen. En als je van crypto-gerelateerde content houdt, dan kun je de link in de beschrijving even checken naar mijn tweede YouTube-kanaal. Dan zou ik voor nu zeggen, geniet even voor zover het kan en de volgende keer zeker weer beter. Je bent er niet gewend dat er onbekende mensen rijden. Ja. Je bent er gewend ouders of vrienden of ikzelf, weet je wel. Ja. En als je dan denkt, onbekende mensen in de auto, je hebt geen idee hoe hun voor de rest rijden. En dan ook zo'n auto. En dan ook nog eens een keer zo'n auto. Dus het is voor mij de auto ook nog heel erg nieuw. Ja. Dus dat was echt op het begin best wel, maar dat was bij iedereen best wel eng. Maar op een gegeven moment had ik echt zo'n typische Haagenese. Niet meer bedoeld om mensen. Haagenese onder de tattoos, kaal en de oorbelletje en neuspiercings, weet je wel. Maar zijn wenkbrauw zo'n ding erheen, joggingbroek aan en zo. En lekkere praatjes en schelden, dit en dat, weet je, gewoon op echt op zijn Haagenese. En ik dacht echt, oh, dit wordt me erin. Die gaat alleen maar kloten en ik luisteren. En toen waren we dus dat formulier aan het invullen, wat wij net ook gedaan hadden. Maar dan in de auto. En ik vraag hem van, ik zat een beetje om te kijken zo. En hij had een beetje een trillend handje. Dus ik vraag hem even van, bent u zenuwachtig of spannend of heeft u zin in? Ja. Hij zegt, jongen, echt, ik ben doodsbang. Ik schijn nog net geen 20 kleuren in mijn broek van de scène. Ja. Dat moment was een soort van switch dat ik dacht van, ja, ik kan me wel druk maken. Maar de mensen die zijn auto rijden die het nog nooit gedaan hebben, zijn toch zenuwachtiger of gewoon enthousiasme. Dus ik zal het allemaal beleven. Vaak wel, ja, inderdaad. Ja, je bent er zo door met zo'n polootje. Ja, ook 45 rijden ook. Ja. Ja, dan heb je niet helemaal begrepen. Daar gaat de jonge gast in. Is dit de gast? Nee, het is een vrouw. Dat ga ik niet erin laten staan. Dat kan tegenwoordig niet meer. Nee. Ja, dat is tegenwoordig veel moeilijker. Hartstikke moeilijk te zien, joh. Ik doe het niet expres.
ik ook goed. Nee. Leuk door die carspottertjes die er nog willen staan. Ja, snap ik wel. Alleen weet je, je zit dan te patsen in een auto die niet van jou is, vind ik. En ik snap misschien de beleving wel, alleen ja. Ik ga de video ook afsluiten. Voor degene die het een leuke video vonden, vergeet zeker even niet te abonneren. Komt meer aan. Like de video even en dan zie ik jullie de volgende keer. Ciao.